Ik sta hier met professor Dr. Thomas Maal van het Radboud Ziekenhuis. En hij houdt zich bezig met eigenlijk 3D-printing en de implementaties in de medische wereld. En ik heb net een presentatie van hem gezien met allemaal prachtige voorbeelden. Thomas, hoe lang ben je al bezig met 3D-printing in de medische sector? Sinds 2006 zijn we actief begonnen met 3D-printing in de zorg. Ja, dus 16 jaar is eigenlijk in deze branche eeuwigheid. Nee, je bent eigenlijk gewoon, je bent een super senior. We hebben veel zien komen en gaan. Ja, en heel veel nieuwe technologieën die ontwikkeld is. Ja, nou, ik ga even met jou praten over hoe het vak er op dit ogenblik bij staat en in welke fase we zitten. Als we even kijken eerst naar productie. Dus we hebben de hele fase gehad van onderzoek. Welke dingen worden nu echt gewoon in productie gebruikt met 3D-printing? Ja, dus we zien dat 3D-printing met name bij botdefecten. Dus zodra het om harde delen gaat van het gezicht, botten in het been, gebroken heupen, dat het daar de gouden standaard echt aan het worden is of al is. Ja, dus eerst even voor iedereen die het weet. Als je het gewoon print, is het net zo goed materiaal dan als je het op een gegeven moment op een andere manier fabriceert. Hè? Ja, dus wat we met name doen is operaties voorbereiden. Ja. We printen chirurgische hulpmiddelen uit, zodat een arts precies kan uitvoeren wat we in de computer bedacht hebben. Mm-hmm. Maar wat we ook kunnen doen is implantaten maken van titanium of andere materialen die in het lichaam achterblijven van de patiënt. Ja, dus het begint eigenlijk eerst met een 3D-model, zodat je precies weet hoe het eigenlijk moet passen. Dat is de eerste, zeg maar, grote vooruitgang. En ten tweede, dus dan kun je het op een gegeven moment implementeren en opereren. En ten derde kun je ook gewoon dingen maken, zeg maar. Ja, dus het begint bij ons eerst echt met een plan, een virtueel model van de patiënt, waar we in de computer onze behandeling mee voorbereiden, allerlei scenario's kunnen uitwerken en dan hebben we een goed plan en dan kunnen we het met behulp van 3D-printen overbrengen naar de patiënt toe. Oké, okay. Ja. En dat leidt dan tot betere kwaliteit, minder fouten of zo? Ja, sneller, beter, goedkoper. Dat is typisch wat we zien met hulp van 3D-printen, maar ook dat we het de eerste keer goed kunnen doen. Dus minder complicaties, minder heroperaties, doordat we het helemaal goed voorbereid hebben. Ja. Je hebt heel veel voorbeelden in de kaak. Is dat een beetje daar begonnen? Ja, klopt. Daar is het echt gestart. En ik denk dat het komt omdat MKA-chirurgen dubbel opgeleid zijn. Die zijn tandarts en die zijn arts. Mm-hmm. En vanuit de tandheelkunde zijn ze heel erg gewend om te werken met fysieke modellen en met hun handen. Ja. En daarom hebben ze deze technologie heel snel omarmd. En is het daar echt van start gekomen. En daarnaast is natuurlijk ook het gezicht heel erg kenmerkt. Hè? Dus als je kleine wijzigingen in het gezicht aanbrengt, is het heel belangrijk dat je dat nauwkeurig doet. Ja. Is het daar nou al productie of is het nog 1 op de 100 gevallen? Nee, het is de 3D-operatie voorbereidingen in de computer en ook het gebruik van 3D-geprinte hulpmiddelen is voor ons echt wel standaard hier in het Radboud. Mm-hmm. En we zien dat het in Nederland ook steeds verder toeneemt in gebruik. Ja, dus nou is mijn hele kaak vol met allerlei bruggen en dit en daar zat gewoon een tandtechnicus in. Is dat nu als ik bij de tandarts, een innovatieve tandarts op de hoek ga, gebruikt die het ook al? Ja. Okay. Ja, binnen de tandheelkunde zien we echt dat dit die digitale workflow steeds meer de gouden standaard is. Oké. Okay. Nou, wat is dan de tweede grote, zeg maar, hoeveelheid? Dus we hebben die voorbereiding gehad, we hebben de kaken gehad. Wat zijn nog meer eigenlijk de zaken die op het ogenblik richting productie aangaan? Ja, dus wat we zien is dat we vroeger heel veel tijd kwijt waren met zo'n voorbereiding. Mm-hmm. En als we nou zien wat gaat richting productie, is dat we steeds meer softwareontwikkelingen hebben, automatiseringen, waardoor het standaard gebruik van deze technologie veel makkelijker wordt en beter gefaciliteerd. Ja, met wat voor soort operaties? Dus het gaat weer om kakenoperaties, schedeloperaties, veel binnen de neurochirurgie, mm-hmm. maar ook de heelkunde, waar we patiënten die een trauma hebben gehad, veel beter met dit soort technologie kunnen helpen. Dus ook al geprinte spalkjes in plaats van gips. Mm-hmm. Hè, voor kinderen, zodat ze kunnen zwemmen en gewoon kunnen douchen. Mm-hmm. Ja, maar ik zag jou, je had een prachtig voorbeeld van een of andere case in Afrika, waar allemaal mooie protheses werden gemaakt in 5 minuten. En je zei, hier in Nederland gebruiken we nog steeds gips. Ja, klopt. En dat heeft denk ik te maken, hè, innovatie heeft ook te maken met gedrag en gewoonten. En in zo'n land als Sierra Leone kunnen we, omdat daar weinig is, kunnen we die innovaties heel makkelijk snel implementeren. En hier zit je veel meer vast aan de gebruikelijke manier van werken met gips. Certificeringen, maar ook het handwerk en de ervaring van de protheticus, maar ook de geldstroom. Hè? Dus een zorgverzekeraar die betaalt voor een bepaald proces. En sommigen die innovaties toch wat
wat meer op de achtergrond houden. Ja, ja. Nou, maar dat betekent dat je richting productie gaat. Want op het moment dat je aanloopt tegen certificering en geldstromen, dan zit je er al gewoon tegenaan. Dan is het niet alleen maar een of andere academisch ziekenhuis of een heel speciaal geval. En je zegt, daar zitten we nu al gewoon veel dichter tegen dat soort problemen, ja. Zitten we nu aan te schoppen. Ja, klopt. Okay. Dus daar ben ik blij om. Ja. Dat kan me voorstellen. Dan natuurlijk een titanium printen of zo. Hè? Met een prothese of dat soort zaken. Dat zijn natuurlijk niet in massale operaties, maar wel belangrijk. Is dat al gewoon verder? Ja, dus we zien nu dat echt bij de specifieke complexere casussen, zoals we dat noemen, mm-hmm. gebruikt wordt. Maar die technologie wordt ook steeds goedkoper. En daardoor zal dat steeds meer de overhand nemen. We moeten natuurlijk wel kijken wat de meerwaarde is. Mm-hmm. En dus standaard producten die we kunnen gebruiken met een 3D-plan van tevoren. Of hebben we echt iets aan zo'n patiëntspecifiek implantaat wat uit titanium geprint wordt. Ja. Maar dat gaan we de komende jaren zien. Ja, ja. Dus, is het nu nog 3 keer zo duur of 5 keer zo duur of 10 keer zo duur? Ja, daar moet je wel rekening mee houden. Ja, dus klopt. Het moet nog een factor 10 keer zo makkelijk en goedkoop worden voordat we in die sector zitten. Als we dan even praten over jouw rol. Je bent hoogleraar, je geeft les, je bent academisch, je wordt daaruit betaald en dat soort zaken. Als we richting productie gaan, je software die je maakt en een proces wat je ontwikkelt. Wat zijn jouw kansen om ook gewoon je eigen afdeling weer terug te verdienen? Ja, dus wat wij veel doen is services aanbieden voor andere ziekenhuizen. Onze productietak noemen we dat ook wel. Okay. Omdat we veel ervaring hebben in hoe we die planningen kunnen doen, kunnen we dat in Nederland uitrollen. En ik denk de komende jaren ook veel breder nog. Mm-hmm. En daarnaast doen we veel aan softwareontwikkeling en samenwerking met de industrie om dit soort producten ook daadwerkelijk breed beschikbaar te maken. Ja, en dan zeg je dan, hier is de software, jongens, geen probleem, we het kunnen maken. Of is er op een gegeven moment ook nog een partnership waardoor je gewoon licenties krijgt? Ja, dus wij verkopen